Sergio Schaap. Yes. Weer een schaap in Duino 1 met zijn debuut afgelopen zaterdag. Dat is wel een bijzonder moment voor jou, denk ik. Ja, dat was een leuk moment. Ik speel je nu al een tijdje bij Duino, dus het was wel gaaf om een keertje het debuut te maken bij 1. En was leuk. Leuke pot gespeeld. Waar stond je? Ik stond centraal met Nick. Ja, centrale duo. Daar stond al ooit een schaap ook centraal bij Duino. Dat was een jaar of 40 geleden, denk ik. Jouw vader, Ruud Schaap. Roemt van vele omhalen en doelpunten. Jij bent iets minder voortvarend in de spits dan hij? Ja, nee, inderdaad. Ik ben iets minder voortvarend als spits. Ik ben altijd achterin in de achterhoede gestaan. Dus dat is mijn thuishaven. En ik denk, ik en de andere broers zijn toch wat meer verdedigend ingesteld. En mijn vader wat doelgerichter. Maar... Ja, dat heeft het rijtje compleet maken. Jouw vader speelde een jaar of 40 geleden in Duino. Die werd kampioen. Hè. Speelde het hoofd van de stad Den Haag destijds. Mm-hmm. En mijn broer Joubert, die heeft ook het eerste gespeeld. Ja. Daar is bij gebleven. Hè? Want dan heb je nog een derde broer, maar die is een stuk minder goed. Nou, minder goed. Andere ambities. Die is leger ingegaan. En ik denk dat hij toch andere prioriteiten had. Dus, ja. En ik ben als enige volgens mij nog voetballend over. En mijn vader kwam bij de veteranen doen. Dus ja. Dat zeker. Apeltrots vader en moeder thuis zitten trouwens. Dat liep het anders. Apeltrots wel. Mijn moeder kwam kwam even kijken. Vader moest zelf weer daar spelen. Dus, maar die zei dat hij in de toekomst wel zou kijken. Wanneer weet ik niet. Maar dat zien we nog wel. 23 jaar, debuut in Duino 1. Hoe heb je dat ervaren zo? Hoe heb ik dat ervaren? Ja. Ik win, gewoon lekker voetballen en zien wat er uitkomt. En nu sta ik bij 1, maar ja, we zien wel hoe het verder gaat. Waar ben jij het beste in, Sis? Het beste? Ja, ik denk toch vooral mannetjes uitschakelen. Gewoon sterk in duels. En bal veroveren, inspelen. En dat is het eigenlijk een beetje. Toch wel ook belangrijk. Die schaapjes die hier rondlopen, jouw vader ook, die hebben wel een zekere torso. Zitten jullie allemaal samen in de sportschool de hele dag? Hoe zit dat? Nou ja, of zijn het de genen? Nee, dat zijn echt de genen. Ja. Ik doe eigenlijk alleen voetbal en verder hou ik het erbij. Ik ben eigenlijk van karakter best wel lui. Dus sportschool is niet echt is niet aan mijn ding. Maar af en toe vind ik het wel belangrijk om eventjes push-ups of dingen tussendoor te doen. Dat komt wel lekker. Ja. Maar een luie debutant verdediger achterin met Duino 1 begrijp ik. Klein beetje. Waar gaat het voor jou eindigen of wat zijn je ambities voor nu en in de toekomst? Mijn ambities is zoveel mogelijk bijeen te zitten. Dat vind ik wel het leukst. En verder zien we wel waar het naartoe brengt. Dus, Als jij niet aan het voetballen bent, hoe ziet het leven er dan uit? Ik ben nu bezig om een opleiding te beginnen bij de politie als agent. Momenteel doe ik niet heel veel, plus een beetje bij een maatje van mij. Verder rij ik af en toe motor. Dat is mijn passie, mijn hobby. En verder doe ik eigenlijk ook niet zoveel. Nog op zoek naar een vriendin? Ja, op zoek. Alles, anders heb je alles op zijn tijd. Eventjes, hè? Alles op zijn tijd. Nou, in ieder geval, als we nog dames zijn, dan kun je me gerust bij Duino vinden. HSV. Voor het betere datingprogramma is Duino TV ook weer. Ja, dat werkt ook. Oké. Dat zullen we zien. Want, kijk wat de toekomst brengt. Succes daarvoor. Ja, top. Dankjewel. Goed man. Yes.